hoe ze mij mogen beschrijven, is gewoon, ja. Ik weet niet, dat is een heel moeilijke vraag. Dat is een heel moeilijke vraag, maar het maakt me eigenlijk allemaal niet uit. Iedereen mag me bekijken zoals ze willen. Welkom bij de Bathroom Sessions. Vandaag zijn we hier met... Vinci, what's up? Oké, Vinci, stel je even voor. Ja, mijn naam is Vinci. Ik ben een rapper uit Leuven. Dus ja, ik heb een paar projecten al uit. Ik ben al een tijdje bezig. Dus ja, we blijven gaas geven, hè. En hoe ben je begonnen met muziek? Ik ben eigenlijk begonnen op school vooral. Veel op straat gerapt. Zitten freestylen met vrienden toen we zo'n jaar of 16, 17 waren. En dan eerst echte tekst heb ik ooit eens geschreven op een bus naar Spanje. Ik ga toevallig en dan ja, teruggekomen, veel teksten laten horen aan vrienden. En ja, zo ben ik daar een beetje ingerold eigenlijk. Op den duur begint je meer en meer muziek te maken, connecties te leggen. En ik ben eigenlijk nooit meer gestopt. En wie is voor u eigenlijk een grote inspiratiebron geweest in uw jeugd op vlak van In mijn muziek? jeugd, bij mij is Eminem wel een grote inspiratie geweest. Ah, niet per se inspiratie, maar wel zo. Ik denk dat hij me wel heeft laten rappen of zo op een bepaalde manier. Nu ben ik iets minder fan als vroeger, maar nu zijn zo mensen naar wie ik opkijk, wel Joey Badass. Vroeger ook veel 50 Cent, Tupac. Ik denk een beetje de standaard dingen. Ik ben ook iets ouder, dus ik ben opgegroeid met minder van de trap dingen. Dat ben ik later pas gaan luisteren. Ook heel veel Franse rap geluisterd. Lafouine, Booba, dat soort dingen. Kun je elk album een keer keikort verwoorden? Ja, eerst heb je Controle-EP. 2018 is mijn eerste EP, dus een beetje zoeken nog. Dan de tweede was Baksteen. Eentje waar ik minder zelf voeling nog mee heb momenteel of zo, was ook een beetje een andere periode in mijn leven. Dan is mijn eerste album gekomen, daarna Marmer. Even kijken, dan Marmer 2020. Wou ik eigenlijk clips gaan schieten in LA en zo. Corona is er dan tussen gekomen, dus dat is niet gelukt. En dan daarna is de basis-EP gekomen. Daar staat ook onder andere Zwangere Gie op. Ramzi staat er ook op. City Baby, dat is mijn trap-album. Was ik een beetje terug een andere kant ingegaan. Meer met melodieuze klanken zitten spelen. Dus City Baby. En dan Brandstof, dat was in november. Nee, in november. Brandstof, eigenlijk een beetje rap, maar ook veel thriller tussen gezet. Ook een EP die gebaseerd is op een bepaalde periode uit mijn leven waarin het een beetje minder ging en zo, ken het. En dan, ja, Zwarte Sneeuw is de laatste. Dus, En wat heeft u uw laatste album doen maken? ja, ik zeg het, ik heb dus de basis ooit gemaakt en de producer stond ook op de basis. Dus ik had twee beats van dezelfde producer op die plaat. En ja, toen zijn we eigenlijk beginnen connecten en hebben we gezegd van laten we gewoon met ons twee een album maken. En ik wou al lang een echt eentje voor de cultuur maken met alleen maar boom bap beats, echt oldschool, een oldschool hip-hop plaat. Dus ja, ik ben wel trots op dat dat nu gelukt is. Dat echt ja, full hip-hop is. Dus ja, dat een beetje eigenlijk. Dat is iets wat je altijd wel had willen Ja, doen. toch wel. Wat wil je graag meegeven naar uw luisteraars? Ja, luister naar mij als je mij dope vindt. Luister niet naar mij als je mij niet dope vindt. Snap je? Iedereen heeft zijn eigen smaak in muziek. Ja, zolang je er iets aan hebt, zou ik zeggen dat het alleen maar goed is. Natuurlijk, sommige dingen zijn ook gewoon om te feesten, dus feest ook een beetje. Dus. Moest iemand op uw Spotify terechtkomen, Ja. wat zou je dan willen dat ze als eerste aanklikken? Als artiest is dat vaak dat oude projecten. Als ik nu terugluister naar mijn eerste projecten, dan denk ik van wauw. Zou ik dat niet offline halen of zo, snap je? Niet omdat het slecht is, maar gewoon omdat je bent zelf als persoon zo gegroeid dat je soms zo moeilijk kunt relaten met die persoon die je toen waart. Maar ja, ik zou zeggen het laatste project. Ik ben altijd, ik zeg elke keer van mijn laatste project is mijn hardste project. Of dat waar is, laat ik aan de luisteraars. Maar, voilà. Het is ergens wel mooi om te zien aan al je nummers dat je gegroeid bent, ook als Ja, persoon. zeker, zeker. Als persoon en ook als rapper gewoon. Ik merk op veel vlakken dat het veranderd is. Vooral qua delivery dan, stemgebruik. Ja, wat er in mij zit qua tekst. Natuurlijk, schrijfgewijs verbetert je altijd. Maar ik denk vooral, bij mij is het stemgebruik heel hard veranderd. Omdat je natuurlijk, ja, je krijgt meer ervaring en...
Met welke muzikant, dood of levend, zou je ooit eens een dineetje willen hebben? Een dineetje? Ja. Jay-Z lijkt me wel interessant. Oké. Maar dat is dan eerder business-wise. Maar ja, voor muziek, dan Joey Badass gewoon. Die man is zo ver voor zijn tijd. Ja, je hebt al veel op het podium gestaan. Ja. Heb je veel stress? De ene dag meer dan de andere. Als ik bijvoorbeeld moet optreden, maar ik heb al zo'n hectische dag gehad of een drukke dag gehad, heb ik altijd iets meer stress, omdat je lichaam gewoon meer met energie geladen is of zo, denk ik. Natuurlijk hangt er ook vanaf welke locatie, welke venue, welk evenement, hoeveel volk is er. Ik heb meestal meer stress bij minder mensen dan bij meer. Ik heb bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld voor 5000 mensen optreedt, ja, dan je gaat met niemand oogcontact kunnen maken. Maar als je voor 10 mensen optreedt, dan zie je echt iedereen je aanstaren en andersom. Dus ik denk, dat is echt moment tot moment. Of je familie bijvoorbeeld? Familie, ja, dat is ook een grote factor. Zeker vroeger. Vroeger waren er veel dingen die ik repte die mijn familie niet wist of zo, snap je? Dus dan was dat soms wel even stressen, maar uiteindelijk, ja, het is wat het is. Ja. Wat is uw beste schrijfspot? Bij mij gewoon, als ik aan het bewegen ben, dan kan ik goed schrijven. Dus bus, trein, op de achterbank in de auto, aan het wandelen. Ik heb heel veel, vroeger ging ik naar buiten mijn schriftje en ik ging gewoon wandelen. En ik zette me ergens of ik schreef op mijn gsm. Maar ik denk beweging is wel belangrijk voor mij. Waar schrijf je ook het liefste over en waar haalt het meeste inspiratie uit? Ik schrijf het liefste over, over life, zeg maar. Ook een beetje zo filosofische toer op. Maar dat brengt vaak ook negatieve dingen met zich mee. Als je, veel dingen van het leven zijn gewoon fucked up, snap je? En als je daar dan over hebt, ik heb een bepaald gevoel dat als ik dat te vaak doe, dat mij in een negatieve vibe brengt of zo. Dus ik denk dat het soms wel belangrijk is om een beetje meer positieve dingen te zeggen of zo. Maar ja, dingen waar mensen iets aan hebben. Op welk podium zou je ooit eens willen staan? Werchter. Ja, Werchter. Omdat dat hier in de buurt is. En vroeger ik ging met de fiets naar daar. Natuurlijk, woeha, dat soort dingen zijn ook leuk. Maar Werchter lijkt me toch wel echt, echt wel dope. En naast muziek, met wat houd je nog bezig? Veel dinges. Maar ja, waar hou ik mee bezig? Ik heb altijd voetbal gespeeld, dus ik sport wel graag. Vroeger ging ik veel hangen op pleintjes. Nu ja, ik heb niet zoveel tijd eigenlijk om me bezig te houden met bepaalde hobby's. Maar ik ben sinds 2 weken geleden gestart met beats maken. Okay. En ik ga echt harde beats maken binnenkort. Okay. Geloof mij. Dus dat is wel een nieuwe bezigheid die echt uren vliegen voorbij. Dus ja, voor de rest money maken. Money moet gemaakt worden. Dus ja, wat kan ik zeggen? Hoe zou je willen dat mensen u zien of u zouden beschrijven? Ik weet niet. Dat is een heel moeilijke vraag. Dat is een heel moeilijke vraag, maar het maakt me eigenlijk allemaal niet uit. Iedereen mag me bekijken zoals ze willen. Hoe je mentaliteit? Ja, ik denk, als je niet die mentaliteit hebt in de hedendaagse tijd of zo, dan kun je echt snel in een put vallen. Merk je dat verschil heel veel van vroeger en nu, de wereld van muziek? Als ik gewoon kijk naar Leuven alleen, zijn de rappers echt maal 20 gegaan. Ik weet nog, vroeger waren er, voordat ik begon, 2 rappers in Leuven. En dan ben ik met 2 vrienden van mij begonnen. En nu, ja, praktisch elke vriendengroep heeft wel 1 of 2 rappers. Mm-hmm. Ik denk ook omdat het, nu is het populairste genre van de wereld, rap. Vroeger was dat niet zo. Alleen vroeger, ik praat nu over 6 jaar geleden, bijvoorbeeld 7 jaar geleden. En er zijn ook veel meer beatmakers dan vroeger. Ah ja. Vroeger, ik moest echt op zoek gaan naar beats en ik pakte zo nog YouTube-beats en dit en dat. Maar nu zijn er keiveel producers ook. Dus dat maakt het ook makkelijker weer als artiest om dan op een beat te rappen. Of ik heb nu ook Spotify. Vroeger, mijn eerste liedjes, die staan nu niet meer online, maar die ik op gewoon op YouTube en klaar. Spotify, ik weet niet of dat zelfs al Spotify was. Dus dat maakt het ook een beetje makkelijker dat iedereen zijn muziek gewoon direct kan releasen. Iedereen kan eigenlijk professioneel artiest zijn. Mm-hmm. Je moet gewoon een beetje kwaliteit hebben van opnames, dit en dat. Dus als je zin hebt om muziek te beginnen maken. Nee, ik zal beginnen, hè. Ja, voilà. En met wie heb je al singles gemaakt?
In België? Of, in ja, België. Zwanger Guy, Ramzy, Setje. Wat vond je het meest leuke? Het meest leuke vind ik sowieso met mijn vrienden werken. Dus met Fengari, Highgrass en dan Beatmakers. Zulu, Sashtag. Ja, gewoon met mensen werken die echt mijn vrienden zijn. Dat is natuurlijk het leukste. Omdat dat een andere manier is van werken. Skit is ook een samenwerking die echt heel goed is verlopen, heel chill. Natuurlijk, mensen als Zwanger Guy en zo is ook top om mee samen te werken. Maar is meer professioneel. Dus als je met iemand in de studio ziet die je al 15 jaar kent, bij wijze van spreken 10 jaar kent, ja, die vibe is gewoon anders. Jullie zijn overdag samen, je bent gewoon aan het chillen en je zegt, ah, kom, we gaan studio, s'avonds gaan studio. En ineens is er een liedje, dus dat zijn wel toffe dingen. Geef één woord aan uw albums en uw singles en uw muziek en uzelf. Gevarieerd. 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 Die micro geeft energie af of zo, man. Doet je dat niet? Nee. Ah, oké. Dat is altijd aan mij liggen. Misschien slaap mijn hand gewoon. Kan ook. Geen shocken krijgen, hè? Nee, ik krijg geen shocken, maar ik denk mijn hand slaapt of zo. It's all good. Oké. Zet je moe? Nee, ja, ik kom juist van de repetitie. Ik heb daar een beetje wijn gedronken. Dus, oké. Okay. Daarmee heb je zonnebril op. Mijn gezicht heeft me echt zo... Maar ik ben cool. Oké. Hij is cool.